inzamelingsactie van Stichting SoeAid heeft voor dit jaar voorlopig 290.000 SRD opgeleverd. Vrijdag is de laatste inzamelingsactie gehouden op het bordes van Radio 10. De schenkingen via overmakingen moeten nog worden geteld. Zowel het bedrijfsleven als overheidsinstanties hebben ingespeeld op de oproep van de initiatiefnemers Giovanni Seggen, Sidney Grunberg, Chantal Kedoggen, Consuela Prade en Asgar Koster om te doneren. Nadat een vertegenwoordiger van Optiek Ninon gisteren een bedrag van 6.000 SRD had geschonken, werd de tussentijdse uitslag bekendgemaakt. Onze RVC doneert ieder jaar weer hun kerstcadeau. Ja. Dus dat wat we voor hun aan de kant zetten, doneren ze aan een goed doel. Okay. En Optiek Ninon staat vrij daarin om te kiezen voor welke instantie. Ja. Dit jaar hebben we gekozen voor Liga des Heils en voor Suri. Nou, aan mij of aan al die andere grijpgraven. Ja. Kan even hier komen staan? Ja. Dankjewel Optiek Ninon, de RVC. Super. Het is natuurlijk ook weer een mooie duik in het zakje. En je zal onze dank natuurlijk overbrengen naar de zaak natuurlijk, naar Optiek Ninon. We zijn er super blij mee. Consuela Prade, bestuurslid van SoeAid, zegt bijzonder geraakt te zijn door de gulheid van de Surinaamse gemeenschap. In Suriname echt dankbaar voor de donatie. Zonder onze eigen Sanaman zouden we dit nooit hebben gehaald. And we are humbled and we are thankful. Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage, op welke manier dan ook. Van de mensen die ons wat te eten hebben gegeven hier, de flesjes water die we mochten drinken, de mensen die hier zijn komen doneren, de bemoedigingen die we hebben gehad via welk medium dan ook. Thank you very much. En we gaan mooie projecten doen in 2017 met de tehuizen, met dit geld die jullie hebben gedoneerd. Thank you very much. Alus Consuela Prade gisteren bij de laatste inzamelingsactie van SoeAid op het bordes van Radio 10. Giovanni Seggen is blij dat de gemeenschap ondanks de precaire situatie toch gehoor heeft gegeven aan de oproep om te doneren. Hij verwacht dat het totaal ingezamelde bedrag iets boven de 300.000 SRD zal liggen. De middelen zullen worden besteed aan sociale instellingen.